Ja, we woonden nog in de VS. We werkten daar in de bediening. Maar toen tijdens de dienst sprak God superduidelijk tot ons hart over de River Amsterdam, een kerk in Amsterdam. En over dammen en dijken die zouden breken. En Nederland, Amsterdam, dat bevloeid zou worden met de kennis van Gods heerlijkheid, de kennis van Jezus Christus. En met dat woord branden in ons hart hebben we alles achtergelaten in de VS, zijn we naar Nederland verhuisd om hier deze kerk te starten. Later vond de eerste dienst plaats. Hier in het Steelkeergebouw in de Indische buurt van Amsterdam-Oost. Direct was het missionaire karakter van de River al zichtbaar. Er werd kleding, eten en speelgoed uitgedeeld aan mensen in nood. En een sterk evangelische boodschap werd gepredikt. Waarna verschillende mensen een keuze voor Jezus maakten. Our vision is to see the knowledge of the glory of the Lord cover Holland. So we believe that every single person should have the opportunity to hear the gospel. And so our mission is threefold. The first one is reach the lost. Every single week we go out into the streets, and so that's one of our main focus is reach the lost. We believe, I mean, there's so many hurting people out there, so many people that are looking for something that is real, but they don't know how to find it. And so so many times we've seen it where soul winners go out there, when we go out there and we just share the simple message of the gospel of Jesus Christ, and people just give their lives to Jesus. It's the most precious thing, and so that is one of our main focus points is reaching the lost, getting outside of the four walls of the church and talking to people about Jesus and giving them an opportunity to receive him. Het tweede is revive the church. En dat is voor de kerk zelf, voor de gelovigen zelf, voor mensen die Jezus al kennen, maar die misschien dingen hebben gehad in hun leven waardoor ze nu verder van God zijn of niet zo in vuur en vlam staan voor God zoals ze zouden moeten zijn. Ze leven niet in die passie echt, maar God wil ze brengen, terugbrengen bij die eerste liefde. Helemaal weer opnieuw verliefd worden op Jezus en echt gaan wandelen in dat plan dat hij heeft. En het derde is raise up leaders en dat is echt mensen die Jezus kennen, opgeleid zien worden, opgericht zien worden in dat grote plan dat God heeft voor hun leven. Ik geloof dat God een plan heeft voor ieder persoon op deze wereld. Dat niemand een ongeluk is. Dat iedereen hier is met een hemelse bestemming. Met een hemels doel. En het is ons voorrecht om een stukje deel ervan te zijn. Om mensen te brengen in de realisatie en de activatie van dat God gegeven doel en dat God gegeven plan. En we willen ze helpen opgericht te worden om die leider te zijn in dat gebied dat God ze geeft. Na anderhalf jaar is de kerk naar Eiburg verhuisd. Was weer een stap van geloof, een eigen pand op een plek waar nog weinig evangelisch werk gedaan was en die stap pakte goed uit. Binnen 2 maanden verdubbelde de kerk. Het begon nu zichtbaar te worden. Mensen van allerlei culturen begonnen hun thuis te vinden binnen de kerk. Wat bindt ze samen? Ze ontmoeten Jezus hier en blijven terugkomen voor meer van hem. Voor de toekomst, wat we zien is natuurlijk een kerk met impact. Een kerk die met beide benen in de maatschappij staat. Mensen die een ontmoeting hebben met God, in vuur en vlam komen te staan voor het plan dat God heeft voor hun leven. Echt beginnen te wandelen in dat ding en een impact maken in de wereld daarbuiten. Waar mensen in nood zijn, waar mensen pijn hebben, waar mensen verdriet hebben, waar mensen verlangen zijn naar iets echts. Ja, daar draait het om. En dat zien we voor de toekomst. Dat een bruisende gemeente, vol liefde, vol passie, vol vuur, vol geloof, die grote dingen doen samen met een levende Jezus. Dus we zijn enthousiast over de toekomst.